Afgelopen zondag is begonnen met het in kerstsfeer brengen van de Nijmeegse binnenstad. De sfeerverlichting wordt opgehangen door het hele centrum. Ook worden er versieringen zoals pakketjes aangebracht. Het ophangen van de lichtjes wordt betaald door de Nijmeegse ondernemers. Dit gebeurt vrijwillig, maar het ziet ernaar uit dat het volgend jaar door het Binnenstadsfonds betaald wordt. Deze wordt gevuld door een belasting voor alle winkeliers. In het nieuwe jaar zullen de lichten weer verwijderd worden en tot die tijd zullen de donkere wintermaanden in de stad wat lichter aanvoelen.